gasten, Viva Mousy, welkom bij een nieuwe carrièreaflevering. Ja, jullie weten het waarschijnlijk al wel, maar Barcelona, ja, dat is nog de vraag of dat gaat lukken. Ik had een aanbieding gekregen, ik had toen te laat geaccepteerd, toen was de aanbieding alweer weg. Dus ja, ik sta nu weer op de transfermarkt en ik hoop dat we nog een berichtje gaan sturen. Maar anders een club van de Premier League, ook helemaal prima, maar we gaan erachter komen. Maar dat is niet het enige waar we achter gaan komen deze aflevering. Nee, we gaan ook de bekerfinale spelen. We hebben nog 2 wedstrijden in de competitie. Tegen Hertha BC en tegen Schalke. Nou ja, die gaan we waarschijnlijk wel winnen. Maar ook al gaan we die verliezen, is er helemaal niks aan de hand. Maar tegen Gladbach, dat moet ik wel echt winnen in de bekerfinale. Maar check wat een afstand ik heb tot de nummer 2. Jongen, Bayern München OP. Maar ja, natuurlijk is in het echt Bayern ook wel veel beter als de rest van de Bundesliga. Meeste seizoenen in ieder geval wel. Maar we gaan het zien wat er echt van gaat komen in deze aflevering. Maar voordat we gaan beginnen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 2000 likes kunnen halen. Dat zou heel tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je een mooie Bose Army zwembroek willen of een zomer-t-shirt. Ja, ik heb nu een gewone t-shirt aan. Maar je hebt ook een speciale zomereditie met een speciale kleurtje die we anders niet hadden. Dus mocht je het willen kopen, check het op bouws.nl. Maar ja, we gaan nu gewoon lekker spelen. Hertha BC uit, ze staan 8e. Dus een super makkelijke wedstrijd gaat het niet worden. Maar in principe zouden we het wel moeten kunnen winnen. En dan kunnen we trouwens ook erachter gaan komen in deze aflevering. Hoe hoog ik ga eindigen bij de topscorers en qua assisten. Want dit is natuurlijk het eind van de competitie. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Gok naar alles. Naar de topscorers, naar de assisten. Hoe hoog we daar allemaal gaan eindigen. Maar we gaan het zien. Het is momenteel rust. Ja, het is nog niet heel spannend. We hebben nog geen 1 schot gehad. Het BC 2, maar ja, er waren ook niet denderen in de schoten. Ik had wel alleen maar pluspunten, zag ik even snel. Want ik speel op zichzelf ook wel prima. Redelijk goede paasjes, maar er moet nog eventjes een goaltje komen. Vorige aflevering gebeurde er ook al niet zo heel veel. Dat moet nu wel eventjes goed gekomen. Eventjes wat meer actie in de brouwerij. Nou ja, misschien dat de finale zo meteen alles goed gaat maken. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Nou, misschien hier. Hier. En nee, niet op deze manier. Misschien dat we weer voor het goal moeten gaan staan. Ah, dit wordt allemaal gepingel. Oké, dat was buitenspel. Nee. Op deze manier gaan we niet 1-0 scoren. Oh, lekker. Ah, minder lekker. Jongen, wie had erin gemoeten? Oké, ik had nu wel even de grote kans. Ja, we staan wel gewoon een 8,1 dat cijfer. Dat is wel nice. Mijn cijfer ging gewoon omhoog, ondanks dat ik die miste. Maar we staan nog steeds gelijk. Nou, hier, paas maar. En dan het schot, rechtkansing, recht op de keeper af. Dat was inderdaad een belabberd schot. Maar wel weer een grote kans. De kansen beginnen nu een beetje te komen. Ja, mooi gepaasd door Lewandowski. Wel met links en ik heb de kansen wel, maar ze gaan er niet in. Ja, ik heb echt volgens mij een hele slechte weak foot. Dit was ook niet een al te best schot. Ja, hier, paas maar. En dit was wel redelijk lekker. En oké, nou, schiet er maar in dan, hoppa. Dat was geen assist van mij, denk ik. Nee, maar hij zit wel. We staan 1-0 voor. Ja, ik verloor de bal eigenlijk. Daar kwam het op neer. Het was een assist van die speler van de tegenstander. Maar we staan 1-0 voor. Hey, dit had al echt een uur geleden moeten gebeuren. Nou, uiteindelijk is het 1-0 gebleven. Het was geen slechte wedstrijd. Nou, eigenlijk was het wel slecht. Nou, maar qua pasen en zo viel het wel mee. Het was vooral, zeg maar, de schoten die er niet zo lekker in gingen. Qua pasen 88%. Nou, niet het beste, maar ook niet zo heel slecht. Maar zoek een teamgenoot voordat je paast. Oké, dat is dan een minpuntje. Nou, val mee dat minpuntje. Ik heb wel eens ergere minpunten gehad. Maar we hebben gewonnen, dus dat is mooi. Dan zijn we weer een stapje dichter bij kampioenschap. Sterker nog, we zijn al kampioen. Dus eigenlijk maakt het helemaal geen drol uit. Maar wat nog wel spannend is, gaan we 89 worden deze aflevering? Dat is de grote vraag. En dat zou misschien wel eens kunnen gaan gebeuren. En hoppatee, we zijn 89. Oké, meteen aan het begin van deze aflevering al. Dat is toch wel eventjes heerlijk. Heerlijk. We zijn 143 miljoen waard. Bro, dat is insane veel. Dat is echt insane veel. Gaan we trouwens nu zometeen nog een aanbieding krijgen? Ik hoop het. Het seizoen is bijna afgelopen. We moeten binnenkort een aanbieding krijgen.
Ja, anders zijn we de lul en blijven bij Bayern. Nou is Bayern natuurlijk een prima club, maar toch zou ik liever bij een andere club willen gaan spelen. Nou, dit is helemaal prima. Schalke staat 14e, we zijn al kampioen. Weet je wat, deze ga ik gewoon even simuleren. Want ik heb, ja, dit maakt helemaal niets uit. En de finale laat ik natuurlijk wel helemaal aan jullie zien. En die ga ik proberen heel goed te spelen. Want de bekerfinale wil ik ook winnen. We hebben gewonnen, ik heb één keertje gescoord. En nog een gele kaart, nou ja, dat maakt niet veel uit. Wel weer gewoon een goaltje erbij. Maar de Bundesliga is dus nu afgelopen. We zijn kampioen! Nu nog de beker. Nu nog de beker. Kijk, de bekerfinale, dat gaat nu gespeeld worden. Maar kijk, we krijgen nu volgens mij allemaal pluspunten omdat we nu kampioen zijn geworden. Ik zie hier effectief pasen, voorzetten. We zijn al bijna meteen 90. Bro, winnen competitie. Ja, daardoor zijn we nu allemaal in één keer vet voor omhoog gegaan. Hebben we hier nu ook een berichtje dat we de competitie hebben gewonnen. Maar oh, als we 90 zijn, dat is echt niet normaal. Spelen van de competitie bekendgemaakt. We zijn het spelen van de competitie. Dat is wel baas. Ik vind het wel heel nice. En die pluspunten, die gaan maar door. Die gaan maar door. Wat staat er? De prijs van de speler van de competitie is voor de Bundesliga. Gaat dit keer naar Bous van Bayern München. Hey! En de schoen gaat naar Lewandowski, de gouden schoen. Ook wel logisch natuurlijk. Wat een competitie. Oké, ik ga eventjes snel kijken naar de, zeg maar, de statistieken. Lewandowski is eerste geworden met 21 goals. Ik ben vierde geworden met 15 goals. Nou, voor een middenvelder is dat wel redelijk netjes. En qua assisten ben ik eerste geworden met 17 assists. Oh, joh. Gewoon 7 assists meer dan de nummer 2. Dus een prima seizoentje voor mij bij Bayern München. Dat zeker weten. En dat we ook nog speler van het jaar zijn geworden van de Bundesliga. Dat is toch wel een eer. Dat is zeker weten een eer. En dat we nu dan ook al bijna 91 zijn. Dat is ook wel heel lekker meegenomen. Nou, dan gaan we natuurlijk even trainen. En dan gaan we op naar de 90. Als we 90 al kunnen worden, dat zou echt bizar zijn. Nee, oké, nu nog niet. Maar dat gaat vroeg of laat wel gebeuren. Maar laten we nu maar de bekerfinale spelen. Oh, en ik wil deze echt gaan winnen. 21 mei is die. Kan ik dan tussendoor nog een keer trainen? Nee, dat volgens mij niet. En ik ben ook benieuwd of we nog een keer een bericht gaan krijgen. Nee, nog steeds geen berichtje. Oké, geen bericht gekregen van een club die me misschien wil kopen. Maar ja, misschien komt dat nog. Laten we nu maar de bekerfinale gaan spelen. En eens kijken of we deze kunnen winnen. De halve finale ging trouwens nog maar net goed. Daar hadden we een verlenging voor nodig. Dus ik ben benieuwd hoe de finale dan gaat. Ik denk dat Gladbach er wel volop in gaat knallen. Want ja, die hebben toch niks te verliezen. Nou, ja, wij hebben in principe ook niet zoveel te verliezen. We moeten gewoon winnen. Verliezen is geen optie. Gewoon volop in de aanval. Oké, ja. Lewandowski die stond daar redelijk vrij. Maar ik sta hier ook redelijk vrij. Paasje naar het midden. En dat was weer jammer dat hij hem daar verprutste. Maar op zich, we komen er wel relatief makkelijk door in de eerste minuten. Hier, kop maar terug. Ja, lekker. Goed gedaan. En dan afkappen. En ik kan nu niet zoveel. Ik kan wel de bal vol. Oh! Ik woon niet eens naar een paas. Ik woon iemand anders. Maar dit was een veel betere optie. Oh, die had hij al moeten scoren. Oh, wat een kans al meteen aan het begin. Oh, ik wou eigenlijk gewoon door. Zeg maar, rond de sessie stond iemand ook vrij. Daar wou ik geen paas. Maar dit was wel een iets betere optie. Gewoon bijna een assist zonder dat ik het wou. Nou, hier Lewandowski paas maar, jongen. En dan draaien. Kan niet zoveel. Paas je dan maar terug. Het is wel heel druk hier trouwens, hoor. Super druk. Oké. En dan in één keer geplaatst schot. Dat was het idee. Draaien, schieten. Oké, we hebben wel gigantische druk. Maar ja, voor counter zijn we dan wel weer iets gevoeliger. Maar ik denk dat dit wel goed gaat komen. Oh, Lewandowski, die pakt daar de bal af. En dit kan wel zijn goaltje worden. Ja, yeah. No, dat scheelt helemaal niks. Ik dacht echt dat hij erin vloog. Nou, het is een beetje balen. Het staat nog 0-0. We hadden wel meer kansen. Ook een paar kansen waar we geen schot uit hebben gehad. Maar in ieder geval, we zijn wel de betere club. Maar ja, dan moet het eigenlijk wel 1-0 staan. Want anders heb je er niet zoveel aan. Hopelijk gaat het in de tweede helft dan nog goed komen. Oh, Lewandowski. Ik wou niemand anders passen. Oh, wat schot. Oh, ik wou weer iemand anders passen. Maar echt bizar dat ik nog geen assist heb in deze wedstrijd. Lewandowski ondertussen naar de bank. En het staat nog steeds 0-0. Het is de 86ste minuut. Ik denk dat dit niet meer goed gaat komen. Dat denk ik in ieder geval. Of we moeten nu nog goal scoren. Maar dan moet het niet op deze manier. Maar op deze manier kan het weer wel. Maar dan moet die bal wel veroverd worden. Hier, paas maar voor. Bro, paas dan meteen. Nou hier, pasen en dan afkappen en dan nog een keer afkappen. Ik moet met rechts schieten. Ik kan nu niet zoveel hier. Oh, dit is wel goed. Dit is wel goed. Dit is heel goed. Even
toch nog 1-0. Oi, 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 oi. Eigenlijk wou ik zelf de winnende score, maar ik ben al heel blij dat we überhaupt gaan winnen. We hebben de competitie gewonnen en beker, want dit kan niet meer fout gaan. Wie was dit trouwens die scoorde? Dit was Paredes. Oké, lol. Dat is niet degene die ik had verwacht dat hij zou scoren. Maar maakt niet uit. Echt in de allerlaatste seconde winnen we nog gewoon. Waardoor we de beker ook nog hebben gewonnen. Ja, een beetje lullig voor de tegenstander, maar dat maakt mij niet uit, jongen. Wij moeten winnen. Oké, dan hebben we geen Champions League gewonnen, maar wel gewoon de competitie en we hebben de beker gewonnen. En dat is natuurlijk ook al heel belangrijk. Dan was dit toch nog een geslaagd seizoen als je het mij vraagt. Ja, nog steeds. Nu is het alleen afwachten. Gaat er een club voor mij komen? Is er een club die mij wil hebben of niet? Nou, daar gaan we achter komen. Dat komt binnenkort wel. Ik ga denk ik dan morgen of ik ga in ieder geval de volgende aflevering de tijd vooruitspoelen. En dan gaan we gewoon zoveel mogelijk trainen, beter worden en kijken of er een club gaat komen die voor mij wil strijden. Want daar ben ik benieuwd naar. En misschien dat we dan de volgende aflevering ook wel 90 rated kunnen worden. Of ik moet nu al 90 rated kunnen worden. Maar ik denk dat dat nu niet gaat gebeuren. Oh, net niet. Oké, de volgende aflevering moet inderdaad wel gaan lukken. We hebben echt een mini-streepje. Nog echt 2% of zo en we zijn 90 rated. Maar dit was wel heel nice. Wat een seizoen. Dik nummer 1 geworden. We hebben de beker gewonnen. Eigenlijk is alles goed gelukt. Ja, het is alleen een beetje jammer dat we dan vervolgens niet de Bundesliga hebben gewonnen. Kijk, dit ziet er wel cool uit. Wow, dikke beker, jongen. Ben ik dat die erbij zit? Ik heb geen idee of ik dat ben die erbij zit. Ik leek er wel een beetje op. Maar dit vind ik wel heel nice. Spelen van de competitie, dat ben ik. Nee, dat was dit voor deze aflevering. Een heerlijke aflevering. We hebben goed gespeeld. We hebben een beker gewonnen, een competitie gewonnen. Dus dat is echt nice. De volgende aflevering krijgen jullie te zien of er een club voor mij gaat komen. Of dat we bij Bayern gaan blijven. En of ik 90 rated ga worden. Daar gaan we achter komen. We gaan het zien. Nee, dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!